Okay, nou, tof. Hi, I'm Suzanne and in this series I'm going to show you how we built Superyachts at FedChip. From the first sketch to its launch 3 years later. Jullie hebben je vast wel eens afgevraagd wat er allemaal komt kijken bij het bouwen van een FedChip. In deze aflevering neem ik jullie mee binnen de volgende Naval Architects om te zien wat ze daar allemaal doen. Ik moet meer gaan sporten. Tanno, FedChip heeft zijn eigen designafdeling. Ja, klopt. Is dat uniek in de jachtwereld? Ja, absoluut. Ja, wij zijn denk ik de enige grote jachtbouwer die dat heeft. En wat maakt Studio De Voogd dan zo uniek als je het vergelijkt met andere ontwerpbureaus in de industrie? Wij zitten er middenin. Ja. Wij werken echt met iedereen samen. De engineers komen aan je bureau. Je loopt heel makkelijk naar de werf. De lijnen zijn kort. En daardoor kun je heel fijn kijken wat de mogelijkheden zijn voor de onmogelijkheden die wij willen bouwen. Wat is een boot geweest die zegt, jeetje, ja, dat maakt wel echt een indruk op me. Het is zo dat alle boten die zijn zo uniek, mm-hmm, en zo individueel, dat het eigenlijk allemaal net een beetje kindjes zijn geworden. Ja, je hebt een draagtijd van 3 jaar en dan neem je afscheid van je baby. Een beetje wel, ja. Wat is voor jou custom? Custom is dat je echt de droom van de klant kunt verwezenlijken. Ja. Gewoon echt, wat vraagt de klant? En dat gaan we maken. Je bent een kunstenaar, maar je moet eigenlijk het idee van een ander uitwerken. Dat is het mooiste wat er is. Ja? Ja, dat geeft heel veel inspiratie. Dus de ideeën van de klanten zelf zijn vaak ook heel inspirerend. En daarvan uit kun je dan weer verder bouwen naar het volgende punt. En daar ligt mijn taak natuurlijk om daarmee verder te gaan. Ja. Oké, nou, top. Quite tricky to try and do it in 3D. That's the. Waarom zou iemand ook designer bij FedChip moeten worden? Het is de leukste baan van de wereld, maar vertel niemand dat. Elke FedChip begint met een wit papiertje en daar gaan jullie iets moois van maken. We staan hier bij een muur waar ik best wel veel inspiratie zie hangen. Ja. Maar waar halen jullie je inspiratie eigenlijk vandaan? Dat is moeilijk te vertellen natuurlijk, ja. Want de inspiratie halen wij overal vandaan. Ja. Onze klanten zijn onze grootste inspiratie. Het mooiste is de verhalen van de klanten. Hoe zet je dan het verhaal wat iemand je vertelt om tot iets wat gemaakt kan worden? Ja, maar wat we eerst gaan doen natuurlijk is vertalen wat nou eigenlijk die droom is, want het is iets ondrijfbaars. Ja. Dus wat we gaan doen is we maken een moodboard vaak en daarmee vertellen we dan al het verhaal in plaatjes en checken of dat klopt met de klant. Zo lijkt het net of ik in het bridge deck van de Savannah sta, maar ben op kantoor. Helaas. Hier achter mij is een cd-sessie bezig bij De Voogd. En wat ze tijdens zo'n cd-sessie doen, is dat er verschillende disciplines samenkomen om te kijken hoe alle wensen van de klant zo goed mogelijk in zijn nieuwe FedChip gemaakt kunnen worden. Ik zit hier nu met Pieter en Pieter heeft zojuist een cd-sessie geleid. Pieter, wat gebeurt er eigenlijk in zo'n cd-sessie? Tijdens de sessie zit je met een heel team dat aan de boot werkt, samen en tegelijkertijd ontwerpoplossingen en ontwerprichtingen te verzinnen en uit te werken. Hey, en jij hebt een iPad in je hand. Ja. Wat doe je daarmee tijdens zo'n sessie? Mijn rol tijdens de sessie is dat ik eigenlijk gespreksleider ben. En ik geef mensen op het juiste moment het woord. Dus ik moet nadenken over de inhoud. Wie moet hier nu iets over zeggen? En middels zo'n iPad waar ik eigenlijk hier de zaalindeling heb, kan ik bepalen wie er op welk moment op de grote schermen komt. En wiens microfoon aanstaat en ook wiens microfoon uitstaat. Dus als je best een zat bent, dan kan je ze even muten. Nou, als mensen onderling moeten overleggen, dan wil je dat niet over de hele zaal hebben. We hebben hier nu voor ons een hele mooie 3D-tekening. We kijken naar eigenlijk naar alle pijpen en alle leidingen die in de boot zitten. Ik ga je even omdraaien. Wat je gaat zien is verschillende kleuren leidingen hebben verschillende functies. Alles moet uiteindelijk in die boot. Je gaat kijken of het allemaal past, door welke muren, welke wanden het dan heen gaat lopen. Uiteindelijk zal je ook zien dat er poppetjes in staan. Dit is niet Waldo, maar je zet er poppetjes in om te kijken of ze straks voor onderhoud overal bij kunnen komen. Fun fact! In een 100 meter FedChip kan wel 15.000 meter leidingwerk zitten. Zoveel? Ik hoop dat jullie wat van deze vlog hebben opgestoken. Mocht je nou meer willen weten of lijkt het je ontzettend leuk om bij De Voogd te komen werken, kijk dan hieronder. Tot de volgende aflevering. Doei!